Ja, ik ben aan het recorden, hoop ik, denk ik. Zo wel waarschijnlijk. Ja, eigenlijk weet ik het taart. Oké, maar vandaag heb ik voor jullie een nieuwe video. Dat zien jullie ook wel. En ik had vandaag geen inspiratie. Echt even geen inspiratie. Dus ik dacht, laten we een verhaal vertellen. Ja, nee, maar als jullie de vorige video niet blind zijn geweest, dan zien jullie dat... Die blokjes zijn eraf, hè? Ja. Nu snappen waarschijnlijk mensen hun leven niet, want ja, mensen denken dat ik door die blokjes zo praat. Allee, snap je? Je weet wel dat ik vaak commentaar krijg van waarom ik zo raar praat of zo. Maar vaak denk ik dan ook, dat, dit is niet stoffend bedoeld, maar dan schrijft hij een comment van ik versta je niet. En dan vraag ik me af van waarom zijn er dan 5000 mensen op mij geabonneerd? Hè? Het is een halve, maar verstaan die mensen mij dan wel of wat? Of allee, ja, bo, maakt niet uit. Dat komt dus niet door die blokjes dat ik zo raar praat, hè. Dat kan niet. Dat komt gewoon omdat ik zo... Ja, zo geboren ben of zo. Ja, ik ben net geboren, ik weet. Nee, maar ik weet niet, dat daar ooit verandering in komt, dat boeit mij ook. Ik bedoel, je moet... Ja, boom. Dus, die blokjes die zijn eraf, ja? Ja. En om eerlijk te zijn, dat boeide mij niet dat die eraf gingen. Als die tandarts 5 maanden geleden zei van ja, kom binnen 5 maanden terug. Nee, binnen 1 maand, hè. En die, dan mooie blokjes eraf. Ik dacht zo van, oké, man, leuk voor je, leuk. Echt, man, prachtig. Blokjes, dat boeide mij niet. Ik bedoel, iedereen heeft dat tegenwoordig. En dat stoorde mij ook niet. Ik bedoel, ik had daar geen last van ofzo. Alleen het enige wat mij stoorde is, vanaf dat je iets eet, dan zien de mensen 5 dagen aan een stuk wat je die dag gegeten hebt. Omdat het daar zo blijft tussen hangen en zit. Dus daar ben ik nu wel blij om. Ja, daar ben ik wel blij om. Ja. En ik heb het gevoel dat mijn camera scheef staat. Potverdorie. Patver. Ja, kijk, die stond de hele tijd scheef. Fucking kut leven dat ik had. Oké, nu zien jullie eigenlijk een rechte video, een schema video, let's go. Nee, maar oké, die gingen er dus af en ik moest vrijdag, dat is wel al een tijdje geleden ondertussen, welke dag zijn vandaag, woensdag. Dus de vorige vrijdag gingen die eraf, ja. En ja, dat was wel heel fijn. Wauw, ik ben echt slecht in verhalen vertellen, dude. Vroeger denk ik dat elke dag of zo. Ja. Dus ja, wat had ik nu eigenlijk? Oké, ja, dus ik moest vrijdag die blokjes er gaan afdoen. Ik dacht van, wauw, eindelijk die blokjes eraf. Nee, dat dacht ik niet, want dat zei ik daarnet al dat mij ook niet boeit. Oké, die blokjes gingen eraf, dus ik dacht wel, ja, oké, dat is heel fijn. Ja, maar dat was zo'n typische stagiair weer al, die net geboren was en die al mijn tanden ging trekken of zo, ik weet niet. Nee, maar die was dus net geboren. Ik weet niet, die was kleiner dan mij. Ja, dat is misschien wel normaal, want ik ben redelijk groot. Ik weet niet dat jullie dat eigenlijk verwachten dat ik groot ben. Maar ik ben dus wel redelijk groot. Ik wil niet groot worden, maar ik word wel groot. Kutli, ik bedoel in lengte, hè. In mijn hersenen nog niet, maar... Ja, ja, nee. Maar goed, even rustig blijven. Rustig. Dus ja, die blokjes gingen eraf. Dat heb ik al 5 keer gezegd en ik dacht van... Jee, die blokjes eraf. Hé, ongeveer, want ik zou dat mij niet boeien. Maar ik wist wel dat je na je blokjes iets in je, een draad of zoiets, hier kreeg. En je moet ook een nachtbeurl draaien. In de nacht, hè? Daarom doet het een nachtbeurl. Zoiets dus ongeveer. Zoiets vies ding. Oké, ik ga het zo proberen te praten, dat is vrij moeilijk. Hallo iedereen, mijn naam is Pof en welkom bij een nieuwe Call of Duty video op Call of Duty Black Ops 2. Moet dat in de nacht draaien, hè? Niemand ziet je. Buiten natuurlijk, hè, bitches naast mij liggen. Ja, maar dus, hè, in de nacht, ja, fijn. Tot als die vrouw zei van, ja, hier, ik ga even uw lever pusten, hier. Je mocht ook de eerste maand 24 aan 24 draaien, 7 op 7. Ja, waarom doet het dan een nachtbeugel, vraag ik me ook af. Dus eigenlijk is dit een nachtbeugel, maar in begin dag- en nachtbeugel, toch? Ja, ze hebben gewoon die naam gegeven om kinderen niet bang te maken, want anders willen die nooit blokjes dragen, dan willen die niet verscheven tanden en een nachtbeugel te dragen. Nou, ook het punt is, ik kan niet slapen met dat ding. Hè. Ik kan daar niet meer slapen, hè. Serieus, als ik dat ding in heb, dat is zoals ik, als je vinger in de mond steekt, hè, dan moet je zo... Zo noemt dat. Zo overgeven, hè?
ja dat dus, hè? Daar heb ik ook met dat ding. Ja, daar heb ik met dat ding. Ja, ik moet ook niet zo beginnen praten, hè, want ja, dat is niet goed, hè. Want je moet ook niet hopen dat ik dat je nacht, hè, dat je draait. Ik bedoel, het is 12 augustus. Dat betekent dat ik dat toch, dat tot 12 september moet dragen. Dat betekent dat als school is op dat moment. Niet hopen dat ik met dat ding in mijn bakjes naar school ga gaan. Nee. Ja, maar goed, die dag was eigenlijk nog wel harder verpest, want we moesten daar om 8:30. Om 8:30 in Leuven, want ik ga in Leuven voor een of andere reden. Ga ik naar de orthodont in Leuven. Ja, in Leuven. In achter de hoekjes eentje of zo, maar ik ga in Leuven, ja. Het heeft te maken met dat ze daar mij van in het begin al opvolgen en dan weten ze daar heel mijn dossier of zo en dan. Ja. Maar, hè, dus ik moest in 8:30 in Leuven zijn. Leuven is, I don't know, hoe lang is daar rijden? 3 kwartiers. Van Mechelen, I don't know, ik weet het echt niet. Oké, ik ga opzoeken. Reistijd. Mechelen. Leuven, Mechelen, ja. 35 minuten, ja. Pakt ongeveer, hè? Hier, ja. Pakt 40 minuten, hè? Dus, je kunt uitrekenen. 8:30, 40 minuten. Dat is dus, op 40 minuten vertrekken. Dat is dus. Dat is dan om 8:50 vertrekken. Maar mijn vader, maar mijn ouders dachten van, ja, we gaan toch minstens een kwartier vroeger vertrekken, want we zitten in de spitsuur. Dus dat is dan om 8:25, 8:00. Ja, dus dat was uit mijn kut verhaal leven, maar dat voelt jullie ook niet, maar ja, laat een like achter, want de vorige video had echt een halve like en de video daarvoor had dan weer geen halve like, maar ja, een like gewoon. Ik bedoel, wat is het probleem zelfs? Ik bedoel, Hebben jullie een hoofd van die video was niet goed, dan like ik die niet. Nee! Ja, en als je niet bent op mijn kanaal, vergeet dan niet even te abonneren. Ja, en zet een comment wat dat jullie al blokjes hebben gehad of zo dingen dat niemand boeit, maar gewoon dat ik toch een comment. Ja,